tijdens de viering van 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid in Mungo is het defilé kort gehouden, omdat er onlangs 2 goudzoekers in dat gebied zijn omgekomen. Dit zei president Desi Bouterse op de volksreceptie. Het staatshoofd condoleerde de nabestaanden van de 2 mannen. Bouterse zei verder dat Mungo bekend staat als het bauxietstadje. Hij legt uit waarom het zo wordt genoemd. 100 jaar aan bauxietsector onder leiding van eerst Shell Billiton en daarna Alcoa Suralco zal eind dit jaar afgesloten worden met de overname van de Afobakadam te Burgerpondo, welke zal worden overgedragen aan de staat Suriname. Bovenroesma, nebesef, apisi, historia momenti. Wat belangrijk zijn op sa in akondredisi, eind van jari, en heeft garme kom ik hem mee. Mega de wampi zegen op is trots dat in het eind van massagia occasie voor tang tapa pisgro tapo di sawekar sanang dat wamp de belangrijkste zijn op sa draag over het dam terug in handen van het Surinaams volk om een ruwweg zonder om een ruwweg bruto aan te geven, zal dat betekenen bruto ruim 72 miljoen, welke de staat minder zal moeten uitgeven. Tijdens de volksreceptie zijn er 53 Mungonezen gedecoreerd. Zij hebben zich de afgelopen jaren verdienstelijk gemaakt voor het district Marowijne. Wij brengen u een fragment van de decoratieceremonie. We zijn nu beland bij de laatste categorie tijdens deze decoratieceremonie. Te benoemen tot ridder in de ereorde van de Palm. Dames en heren, mag ik uitnodigen de heer André Leo Apensa, mevrouw Selma Corinde, de heer Aloysius Kunjibihari, de heer Ermond Kromopawiro, mevrouw Jacinta Pinas, de heer Jake Pinas, de heer Beata Reymak en de heer Atonde Fana. Excellentie, president van de Republiek Suriname, mag ik u uitnodigen? En ik nodig ook uit de vicepresident van de Republiek Suriname en de First Lady, mevrouw Ingrid Boudersowa. Een fragment van de decoratie in verband met de viering van 44 jaar revidentie. 7 personen hebben de hoogste onderscheiding gehad voor hun verdiensten voor land en volk.